de prijsuitreiking van Red Su nummer project van ons Orange Movement, waarbij wij in de maand oktober begonnen zijn alle Orange Tag activiteiten, dat wil zeggen alle activiteiten die een Orange Tag hebben, dat wil zeggen dat als de mensen, de jongeren die zo'n activiteit bezoeken, dat zij ter plekke een Red Su nummer kunnen krijgen. Met dit Red Su nummer doen ze dan automatisch mee aan loting van elke maand. En wat wij hebben gehad, dat afgelopen zondag de eerste loting was en gisteren de prijsuitreiking van de eerste groep. En dit project is tot stand gekomen doordat heel wat ondernemers zeiden van we zien dat Suriname richting de verkiezingen gaat en dat de jongeren grootste, toch wel een belangrijke groep is die mede zal helpen om dit land te redden. En in dat kader hebben de ondernemers eigenlijk prijzen ter beschikking gesteld om aan dit project mee te kunnen doen. Wat zijn enkele van die prijzen? Nou, het verschilt. Het zijn meer prijzen die aantrekkelijk zijn voor jongeren. Van smartphone, televisie, boxen, wireless boxen. Onder welke voorwaarden zetten de ondernemers deze spullen? Nou, geen enkel voorwaarden. Ik denk dat ondernemers in dit land de situatie beu zijn. We zien hoe het is met onze financiële economische situatie. Men kan ook niet verder ondernemen. Het wordt steeds moeilijker. Dus iedereen wil dat dit land gered moet worden, dat er een change komt. En om die verandering teweeg te brengen, moeten we jongeren mee laten participeren. En in dat kader heeft men gemeend om aan dit project bij te dragen dat er zo snel mogelijk een ommekeer komt in de situatie. Er is ook geen voorwaarde voor indien de VAP de meerderheid krijgt volgend jaar dat deze ondernemers dan zaken zullen eisen van de VAP? Absoluut niet, absoluut niet. Ik kan u zeggen dat deze ondernemers zelf, het is niet dat er gevraagd wordt, maar ieder die mond op mond hoort dat er zo'n project is, dat men onmiddellijk zelf belt en de bijdrage leveren om aan dit project bij te dragen.